Ik heb vandaag voor jullie een aparte, maar ook een beetje speciale video voor mij. Ik ga namelijk vandaag de tatatag doen. Al mijn vragen beantwoorden over mijn tatoeages. Dus ik zou zeggen, laten we heel gauw beginnen met deze video. Hoeveel tatoeages heb je en waar zitten ze? Ik heb op dit moment 4 tatoeages. Ik heb er 1 op mijn linkerarm aan de binnenkant. Ik heb er hier 3 op mijn arm. Ik heb hier 1, ik heb er hier 1 en ik heb er hier 1. Zou je nog meer tatoeages willen? Misschien over een aantal jaar. Niet nu per se gelijk weer per direct. Maar ik wil denk ik later, ben ik nog niet helemaal zeker over, maar ik wil denk ik later nog wel iets met papa of mama of dat soort. Iets in die richting. Heb je spijt van een tatoeage? Nee, op dit moment niet. Ik kan nou ook niet zeggen dat ik dit heel erg is en dat ik hier heel veel spijt van heb ofzo. Wat ik wel heb gehad is dat als met het hondenpootje, het moment dat die gezet wordt was ik heel blij en het viel allemaal nog wel mee. En ik was er heel blij mee en vervolgens kwam ik thuis en ik ging s'avonds slapen. En toen heb ik er echt naar lopen kijken van, hij valt wel op, hij is groot, is dit wel echt een goede keuze geweest. En een dag later was het alweer helemaal weg, maar op dat moment heb ik wel heel even getwijfeld dat ik denk van, heb ik hier wel slim aan gedaan. Maar nu ben ik er gewoon heel erg blij mee en kan ik ook gewoon niet meer zonder. Kun je jezelf nog voorstellen zonder tatoeages? Nee, totaal niet. Natuurlijk zie ik wel eens video's van mezelf terug dat ik hier gewoon nog helemaal niks had. Kijk, het is natuurlijk ook niet helemaal vol of zo, maar er staat toch wel iets een hele lange tijd nu al. Dus het is heel raar om nu te bedenken dat hier gewoon niks stond en dat mijn armen gewoon helemaal leeg waren. Welke tatoeage deed het meeste pijn? Om heel eerlijk te zijn, was deze wel het meest pijnlijkst. Deze. Puur omdat het echt op zijn huid zit. Het is een hele dunne huid. Je moet dus serieus voor de grap maar eens hieronder in je velletje knijpen. Echt hard knijpen. Dat doet echt zeer. En als je dan vervolgens de hele tijd datzelfde gevoel hebt en het gaat er nogmaals overheen en dat is echt heel pijnlijk. Dus, maar deze was ook nog wel heel erg pijnlijk, vond ik. Vooral het bovenste gedeelte, de letters, vond ik wel heel erg veel zeer doen. Heb je ooit problemen gehad met je tatoeages? Nee, dat niet. Ik heb tot nu toe natuurlijk alleen nog maar een vakantiebijbaantje gedaan. Tenminste, vakantiebijbaantjes gedaan en school. En op school mogen ze daar niet echt op afwerken. Maar ik ben wel elke keer dat ik een tatoeage liet zetten, ben ik wel elke keer op mijn hoede geweest van, weet je, niet te groot. Het moet een beetje normaal blijven. Het is niet zo dat ik een doodskop op mijn arm laat zetten. Dus het moet allemaal wel nog een beetje vriendelijk blijven. Niet dat ik in één keer met een skelet of zo aankom. Want daar reageren ze natuurlijk ook heel anders op. Maar ik verwacht niet dat ze nog moeilijk gaan doen in deze tijd om tatoeages. Want bijna iedereen heeft denk ik wel eens een tatoeage. Hè? Hoe klein of hoe groot die ook is. Maar ik denk wel gewoon dat je het ook wel aan ligt wat je hebt. Kijk, ik heb nu bijvoorbeeld een muzieknoot, een hondenpootje, een klavertje met mijn geboortedatum en die vogeltjes. Dat zou nog mee moeten vallen. Maar als ik bijvoorbeeld hier een heel skelet of zo zou zetten, denk ik van, ja, weet je, dat begrijp ik dan ook wel weer. Dat ze daar anders op reageren dan wat ik nu heb. En dan zijn we alweer bij de allerlaatste vraag. Hebben je tatoeages een betekenis en hoe heb je het ervaren? Allereerst, hoe heb ik het ervaren? Het was, de eerste was ik heel erg bang voor, omdat ik altijd van mensen hoorde dat het pijnlijk was en dat het totaal niet leuk was om hem te laten zetten. Dus daar was ik wel heel erg bang voor. Maar nadat ik deze had gezet, en deze zijn natuurlijk heel klein, dus dat vond ik nog meevallen. En vervolgens liet ik deze 2 zetten. Die waren volgens mij net 2 weken na elkaar. Deze was eerder, toen kwam deze. Maar vanaf dat moment was ik denk ik wel van, nou, weet je, ik weet hoe het voelt. We kunnen nu gewoon zitten, relax, neer laten zetten. En hopelijk komt het er mooi uit en ben ik er blij mee. Tot nu toe wel. Maar deze was alweer 2 jaar geleden. Tenminste, deze zijn alweer 2 jaar geleden. En deze heb ik natuurlijk nu 2 weken geleden laten zetten. Dus daar was ik wel heel erg bang voor. Want ik wist totaal niet meer hoe het voelde. Ik was nog nooit nerveus geweest voor een tatoeage. Zelfs niet heel erg voor deze. Maar voor deze was ik wel echt serieus bang. Ik denk, het gaat pijn doen. En ik weet niet meer hoe het voelt. Hoe gaat dit? En maar vervolgens was hij bezig. Hieronder is hij begonnen. Bij het steeltje. En vervolgens dacht ik, ik weet wel wat het is. We kunnen gewoon relaxed gaan zitten. Ga je gewoon. Dus
ik heb het eigenlijk heel goed ervaren. Ik was banger en ik had het erger verwacht dan het eigenlijk was. En natuurlijk hebben je tatoeages een betekenis, ja. Dan ben ik er ook wel over uit dat het... Ik vind zelf persoonlijk dat het niet zo hoeft te zijn dat al je tatoeages een betekenis moeten hebben. Het is natuurlijk wel mooi, maar het hoeft echt niet per se. Allereerst, de vogeltjes die hebben de betekenis mijn vader, mijn moeder en ik. Het zijn er ook drie. Mijn vader en mijn moeder hebben dezelfde tatoeage op dezelfde plek staan. Dan hebben we de muzieksleutel, de G-sleutel. Misschien dat jullie wel raden hoe en wat, waarom ik dit heb laten zetten. Het is een muzieksleutel en muziek betekent heel veel voor mij. Ik kan me heel erg uiten in muziek. Ik speel natuurlijk nu al bijna 5 jaar lang gitaar. En ja, muziek is eigenlijk, je zou het niet zeggen, het heeft ook niks met te maken wat ik later wil gaan doen. Maar muziek heeft voor mij best wel een grote rol in mijn leven. Dan hebben we het pootje. Het pootje staat eigenlijk voor alle dieren die we zomaar kwijt zijn geraakt hier in huis. Als dat we erbij hebben en nog leven. Dus eigenlijk staat dit gewoon voor alle dieren. En ik ben een ontzettende dierenliefhebber, zoals sommigen van jullie wel weten. En ja, om alle dierenpootjes op mijn arm te laten zetten, vond ik ook niet zo'n goed idee. Dus ik denk, ik laat gewoon een pootje zitten. En dat staat voor alle dieren. Dus ja, een enorme grote dierenliefhebber. En dan hebben we deze. En deze is 2 weken geleden laten zitten. En dit is voor mij eigenlijk wel de tatoeage die het meest voor mij betekent. Ondanks dat deze natuurlijk mijn ouders ook heb. Maar deze betekent voor mij gewoon het meeste. En ja, het staat er namelijk voor. Je ziet natuurlijk het klavertje hier. En je ziet hier mijn geboortedatum 26/8/98. Ja, het staat ervoor dat ik vanaf mijn geboorte, vanaf dat ik natuurlijk met 26 weken met mijn moeder in de buik zat, is bij mij een aantal dingen fout gegaan vroeger. Ik ben namelijk te vroeg geboren. Heel veel problemen daarbij opgelopen qua gezondheid, longproblemen. Ik had een open hartklep. Er was een kleine kans dat ik het zou overleven. Dus er was een grote kans dat ik het niet zou overleven. En al dat soort dingen. En naarmate ik ouder ben geworden, ik heb natuurlijk ook op een speciaal onderwijs gezeten. Omdat ik op de gewone school niet mee kon komen. Ik heb veel gedoe gehad met mijn longen. Ik ben heel snel ziek in de wintertijden. Het gaat natuurlijk met mijn gezondheid ook nog niet steeds helemaal happy. Ik heb natuurlijk ook nog steeds last van die moeheid. Duizeligheid is wel wat minder, maar ik breek ook snel dingen. Dus dat is wel echt een ding dat ik denk, ja, dat is toch wel iets wat altijd met mijn leven mee is gegaan qua gezondheid en zo. En het klavertje staat natuurlijk, zoals jullie misschien allemaal weten, staat voor geluk. Om precies te zijn staan de blaadjes voor hoop, vertrouwen, liefde en geluk. Ik heb vanaf mijn geboorte altijd geluk nodig gehad. En ik heb altijd mensen nodig gehad die me steunden om te staan waar ik nu sta. En dat is eigenlijk in het kort en in het snel gezegd de reden dat deze zo speciaal voor me is. Ik heb altijd geluk en mensen nodig gehad om te staan waar ik nu sta. Klinkt misschien heel leem en stom. Maar voor mij betekent dat wel heel erg veel. En mijn geboortedatum boven is eigenlijk puur vanaf het moment dat. Dus vanaf het moment dat ik geboren werd... En tot nu. Dus dat is eigenlijk de betekenis van deze tatoeage. Goed, dan was het alweer de tatoeage. Ik vond het leuk om deze video op te nemen. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Om mijn verhalen achter mijn tatoeage met jullie te delen en hoe ik het ervaren heb. Wil je nou ook een tatoeage? Maak je niet te druk. Want het valt best wel meer mee dan dat je zelf zou denken. Althans, ik vond het heel erg meevallen. Doe deze video natuurlijk een blauw duimpje omhoog. Voor alle nieuwe mensen, abonneer op mijn kanaal aan die kant. En kijk mijn vorige video terug aan die kant. En dan zie ik jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg! Lightning and the thunder.